Fans is eigenlijk ontstaan uit een idee dat we met z'n drieën hebben bedacht. Hier bij Voetbalvereniging Nieuwland hebben ze eigenlijk al wel wat met zand. Er ligt hier al een heel mooi zandsportveld. En in het verleden is hier ook al regelmatig een beachtoernooi georganiseerd. En dat heeft nu een aantal jaar stilgelegen. En we waren eigenlijk met z'n drieën zoiets van, nou, laten we dat weer eens oppakken en nieuw leven in gaan blazen. En toen is dit event ontstaan. We zijn ongeveer in september zijn we gestart. Het grootste zorgkindje was eigenlijk het zand. En toen we dat hadden, ging eigenlijk alles, stapelde alles door dus. Nou, in totaal ligt er 72 kuub zand. En daar is inderdaad firma Ruitenbeek is er heel erg druk mee geweest om die velden neer te leggen. Het was natuurlijk heel erg belangrijk dat we voor het event het zand hadden. Het leukste aan voetbalsport is dat je heerlijk op een ontspannen manier zeg maar, sport kan beleven. Zonder dat je direct gelijk volle bak tegen elkaar hoeft te voetballen. En daardoor is de sfeer vaak toch een stukje leuker dan soms op het voetbalveld. Ja, gewoon de sfeer eromheen. Het is gezellig. En, het gaat niet om de winst, maar gewoon de gezelligheid met alle jongens onder elkaar. En alle clubs van Amersfoort. Je komt een hoop bekenden tegen. Dat is het eigenlijk. Gewoon het beachvolleybal zelf is ook gewoon een leuke sport. Dus. We zijn vrijdagavond gestart met een bedrijventoernooi. Zowel voetvolley als volleybal. We hebben in totaal 20 bedrijven hebben daaraan deelgenomen. En op de zaterdag konden particuliere voetvolleyers hieraan deelnemen. Dus dat liep de hele zaterdag door. Ja, en vandaag sluiten we af met het AVK on the beach, zoals wij dat noemen. Ze winnen sowieso een mooie beker natuurlijk. De titelkampioen, voetvolleykampioen van Amersfoort. Die geldt wel als belangrijk hier in de stad. De deelnemers winnen toegangskaarten voor het festival Festivoort. Het is een nieuw festival in Amersfoort. Op zaterdag 30 augustus aan de Meimoweg in Amersfoort. We hebben naast de grote namen La Fuente, Roog, Greco Salto, de Flexigen, hebben we ook een local talent stage waarin de Amersfoortse jongens en dames hun kunsten kunnen laten zien. Wie denk je dat er vandaag met de beker naar huis mag? Wij denk ik. Nee, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee, echt niet. Ik denk dat Hoogland een aardige kans maakt, denk ik. Ja, of nou, Fop was ook niet slecht, dus die zijn wel aardig te strijden gekomen, ja. Hun? Oh nee, wacht, dat is niet Putten. Putten, denk ik. We hebben 3 keer gewonnen van de 3, dus. 3 keer van de 3? Hoe komt dat jullie zo goed zijn? Nou, we spelen nu een jaar met elkaar. En, we trainen vaak 2 keer in de week, of soms 3. En nou zitten jullie eigenlijk op een Amersfoortse voetvolley kampioenschap. En jullie komen uit Putten. Hoe komt dat zo? Ja, wij komen eigenlijk allemaal niet uit Putten. Iedereen bij ons in het team die komt uit Amersfoort zelf. Alleen ik zelf kom naar Utrecht. Kom mede doordat Jerry Geurts geblesseerd is geraakt. En hebben ze gevraagd of ik erbij wou komen. En dat wou ik. Hallo, ik zie dat jij het ongeluksnummer draagt. Merk je dat ook op het veld? Nee. Aan de uitslag te zien niet, hè, net. Wie denk je dat er naar huis gaat met de beker? Ik denk Fop. Ja. Waarom Fop? Nou, dat is de beste zijn we wel gezien, ja. Ik zag dat de heren van Putten wel aardig een balletje konden raken, dus die hebben wel een groot kans. En aan de andere kant vond ik Fop wel erg leuk spelen. Fop, ja. Putten, ja. Nee, het zijn, je ziet het meteen, hè, het klasseverschil. Jongens spelen wat hoger. Ja, en dat zie je ook hier. Aannames zijn beter. Ze kennen elkaar goed. Ja, gaat wat makkelijker. Heb je nu al een beetje het gevoel van, nou, die beker die nemen wij wel mee naar huis? Dat je wel een beetje arrogant begint te worden? Nee, dat valt wel mee. Nee, er zijn nog wel een aantal andere goede teams hoor. Voor mij in de andere pool, Fop of zoiets, die zijn ook wel aardig ingespeeld volgens mij. En nog 4 ploegen over. En waar ligt het aan dat jullie tot nu toe alles hebben gewonnen? De inzet, denk ik. Fop moet het altijd van zijn inzet hebben, dus ja.
Ik denk dat dat het is. Nou, een verrassende winnende team, volgens mij. Verrassend. We hebben wat ervaring met die jongens, dus we dachten, ja, we kunnen wel een poging maken voor het kampioenschap. Minstens. Ja. Ja, dankzij hem deden we mee. Dankzij, ja. Dus, ja. Maar was het een zware strijd vandaag? Nee, viel mee op zich. Het begon slecht, maar toen hadden we rode polootjes aan. En verloren die wedstrijd. We dachten, nou ja, misschien liggen de polo's. Polo's uitgetrokken, hempjes aangedaan. En dus daarna alles gewonnen. Dus het is wat minder warm natuurlijk. Ja. Absoluut, ja zeker. Ja. Hoe voel je je nou met deze beker? Ja, geweldig. Geweldig, ja. Volgend jaar weer? Ja. Volgend jaar zijn we er weer bij en dan worden we gewoon weer kampioen. Ja, absoluut. Dat weet ik zeker. Ja, ik denk het wel.